En er is vermoedelijk sprake van een misdrijf bij de woningbrand aan de Petrusweg te Pontbuiten. De tweejarige peuter Delvano Eind is in de vroege ochtend van dinsdag 2 juli in deze brand omgekomen. Dit vertelde de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting André Misikaba vandaag tijdens een spoedpersconferentie. Volgens de bewindsman is het onderzoek nog steeds gaande en het lijkje van de peuter is daarom nog niet vrijgegeven. Dat geldt ook voor de 4 kinderen van Hette, die op dezelfde dag bij een ander brand aan de Ellestraat de Latour zijn omgekomen. Het ministerie is beide families te hulp geschoten met zowel sociale als geestelijke en financiële ondersteuning. Er is onderzoek gaande, zeker in het geval van Pontbuiten. Begrijpen we dat het vermoeden bestaat dat er mogelijk daar misdrijf in het spel is. Dus men is bezig dat te onderzoeken. Dus zolang de lijken niet zijn afgestaan, kunnen de mensen natuurlijk niet begraven. Familie van Hetten is al zover dat ze in elk geval al de voorbereidingen hebben getroffen. En ik begrijp dat later op de dag ik de offerte kreeg. De president heeft vanaf dag 1 aangegeven dat de begrafeniskosten totaal zullen worden gedekt door de regering. Dus zolang we de offertes krijgen, dan zullen we de gelden ter beschikking stellen, zodat de mensen kunnen gaan begraven. Ten aanzien van de familie van Pontbuiten, ik zei eerder dat er wat meningsverschil was daar. Dus zij waren nog niet zo ver met hun planning voor begrafenis. De mensen van ons zijn nu met hun bezig in het veld. En ik heb goede hoop dat we ook vandaag het kostenplaatje mogen krijgen, zodat we via financiën de middelen gereserveerd kunnen houden. Misikaba roept de gemeenschap op elke natuurlijke hulp aan de familie via het ministerie te doen. Er is ook een bankrekening geopend voor degene die financiële hulp willen bieden. Beste mensen, ik denk dat we allemaal erover eens zijn dat dit toch wel een hele grote tragedie, een drama is van bijna kan je zeggen ongekende omvang, waarbij in een ochtend in 2 afzonderlijke branden we gewoon Fuji 5 jongens hebben verloren. Dat is een hele, is een drama, ik heb er geen woorden voor. En ik ben bij de mensen geweest en eerste half uur zat ik eigenlijk en ik keek naar de mensen, maar zei je tegen dit, maar masalas voor boy, zei je tegen ma, wat voor troost heb je? Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, gadodere, verhaalt u zichzelf op God. En het geringste wat je zou kunnen doen dan als regering is dat je in elk geval de materiële nood probeert te verzachten. André Misikaba, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, vandaag tijdens een spoedpersconferentie over de woningbranden de vorige week, waarbij 5 kinderen zijn omgekomen.